één spel kaarten. Check even, is het een normaal spel kaarten, Leon? Dan vraag ik de goochelwinkels, dan mogen we dat vragen. Ja, dat is een normaal, getruckeerd kaartspel. Nee, dat is gewoon een kaartspel. Het is niet getruckeerd, het is dus wel een mooi spel. Goed. Neem er ergens een kaart uit, wat je zelf wil. Joep. En even duidelijkheid, wij spreken niks af. Dus alles wat hier gebeurt is hartstikke eerlijk. Leg de kaart erop. Op de kaartspel. Moet even kijken. Even, laten we hem even van de camera zien. En te snel natuurlijk. Ja. Mag ik hem hier opleggen. Top. Alle andere kaarten gaan daar bovenop op deze manier. En het hele kaartspel, dat leggen wij hier op tafel. Nu vraag ik jou om je te concentreren op jouw kaart. Oké? Okay? Concentreer je op jouw kaart. Daar gaat namelijk het spel op mysterieuze wijze. Zie je? Schuiven. En dat is niet alles. Het gaat schuiven. Maar er komt ook nog één kaart uit het spel. Zie je? En dat, welke kaart had je gekozen? De klaver 9. De klaver 9. Nou. Dit is een voorbeeld met het allernieuwste gadget wat we nu hebben. Het spel is gewoon geprepareerd, kun je lenen van mensen. En dat is genaamd de Phantom Hand. Ja, en persoonlijk, ik vind het een super gaaf dingetje. Je kan er ook ringen mee laten zweven, zonnebrillen mee laten opkiepen, brillen laten opkiepen. Ja, je kan er veel meer mee. Eigenlijk alles wat je met loops en onzichtbaar draad kan, kun je hiermee. Mijn favoriet is de zwevende ring, maar die doe ik liever staand en dat kan nu niet. Maar echt, het is mijn favoriet. En de Phantom Hand draag ik nu op dit moment hier. Dit is de Phantom Hand. Dit Wil ook heel snel even wat zeggen als dat mag. We hebben ooit een horloge gehad wat draad ingebouwd zit. Valt hier iets op je grond? Ja. Maar ik vind dit beter. Ja, het horloge was leuk, maar dit is 10 keer beter. Ik zal het zien, de Phantom Hand is een... Ik laat ver niet zien hoe het werkt, maar het is een magnetische armband. Daar kun je hem mee omdoen. Er zit ook een verlengstukje bij voor als je een wat dikkere arm hebt. En je kan hem decoreren. Er zitten stickertjes bij als je hem fancy wil decoreren. Het is gewoon een modern uitziend dingetje. Je draagt het en je hebt altijd een zweefgimmick bij de hand. Ja, en dat is ook heel makkelijk aan uit te zetten. Ja. Want we hebben het horloge gehad. Als je dit doet, staat aan. Ja. Ik vond het wel tricky, want er zat volgens mij een kantelmechanisme. Als ik het goed had, je kon hem aan en uitzetten. Maar dan moest je altijd even onthouden. Staat hij nou aan of staat hij nou uit? Ja. Dus dat vind ik veel praktischer, om het makkelijk mee te nemen. Ja, kijk, je hebt de Tarantula. Tof ding. Echt mijn favoriet. Maar je had toch iets in je handen. Toeschouwers, weet je, maar je hebt toch iets in je handen. Dit is gewoon, dit draag je. En als je het nodig hebt, pak je het, je gebruikt het. En op laatste is het ook wel weg. Je handen zijn verder clean. En het is gewoon een moderne armband. Dus je moet het zien als een sieraad. Niet dat je denkt, hij heeft het om zijn arm. Ja, dan is het natuurlijk een dingetje. Kijk, ik heb nu... Normaal opgestroopt, als je dit zo zou hebben, zouden mensen het niet eens zien. Dus het vervangen van het geheime iets als het stuk gaat. 15 seconden. Veel makkelijker als bij een spiderpen. Veel makkelijker als bij een tarantula. Het gaat super snel. Er zit 15 meter op. Je krijgt er een extra 15 meter bij. En heel duidelijk uitgelegd hoe het allemaal moet. Uitgebreide instructievideo. Geheel compleet dus. €139 exclusief bij Dynamo Magic Shop. In ieder geval voor Nederland en België. We hebben ook refill spoeltjes. 2 spoeltjes krijg je dan voor €27,50.